Vuurwerk, troep op het lange voorhout, tromgeroffel. Dit alles om de paarden en hun berijders voor te bereiden op Prinsjesdag. De escorte bestaat dit jaar uit 34 ruiters. Na 18 jaar is dit de laatste keer voor Bart Maandag. Hij gaat met pensioen. Op het lange voorhout begeleidt hij dit jaar de ruiters. Het is geweldig mooi om het 18 jaar te mogen doen. Telkens met andere ruiters, niet telkens andere ruiters, maar veel andere ruiters. Mooi om iets op te bouwen. Wat er nu staat is gewoon geweldig mooi. En werken met paarden is altijd mijn droom geweest, dus dat is prima. De ruiters rijden op politiepaarden. Een politiepaard is goed getraind, die kan langere uren maken dan een doorgaans paard kan. Politiepaarden worden getraind dagelijks en komen veelvuldig in situaties zoals we nu aan het trainen zijn. Ook dit jaar is er weer behoorlijk wat publieke belangstelling. Ja, het is altijd weer een leuk evenement om dit te zien elk jaar. Dus. Prachtige beesten. En al die leuke oefeningen. En als ik heel eerlijk ben, ben ik niet zo gekke paardenliefhebber. Ik vind het altijd toch nog wel een beetje, als ze een beetje uit de bocht vliegen, een beetje angstig. Dus dan ga ik toch wel een stukje opzij. Ja, ik heb wel eens gezien dat ze een hek omgeschopt hebben. En dan, dus ik ben altijd toch wel een beetje voorzichtig. Ja, ik vind het op zich vind ik het een hele prestatie. Want ik heb nog nergens mijn hond op het wang houden. Laat staan, anders is het zo'n paard. Het is dan wel de laatste keer voor Bart Maandag dat hij als commandant Prinsjesdag meemaakt. Maar volgend jaar gaat hij zeker nog even kijken of alles goed verloopt. Ik denk dat ik volgend jaar een keer ga kijken of het allemaal nog steeds goed gaat. En voor de rest loslaten en leuke dingen gaan doen. Ik heb nog jonge paarden thuis, daar kan ik nog mee aan het werk. Dus ik heb nog genoeg uitdagingen.